gaan we praten met Lindsay Postumus. Jawel, Lindsay Postumus. En die, ja, die is hier het gast, maar eigenlijk is dat een beetje haar werkplaats. Ja, toch, Lins? Ja, klopt. Ik loop nu al denk ik iets meer dan een maand stage. Dus ja, het is toch wel mijn werkplaats ook geworden. Ja, ja. Hoezo wil je echt de radio-televisiewereld in? Ja, eigenlijk wel. Ik vind alle werkzaamheden rondom journalistiek vind ik hartstikke leuk. En ja, ik wil graag er verder mee eigenlijk. Ja, hoezo is dat ooit eens gekomen? Je bent nu 22, hè? Dat weet ik. Maar sinds wanneer zijn die borreltjes bij je boven gekomen van, nou, dat lijkt me toch wel leuk om dat te gaan doen? Wanneer dat gekomen is? Naar de lagere school of zo? Naar de basisschool? Nou, ik merkte wel al dat ik het sowieso al heel leuk vond om te acteren. Maar dat deed ik dan in mijn kamertje een beetje acteren. Maar dat, ja, dat kan ook presenteren zijn. En dat vind ik ook nog steeds hartstikke leuk. Maar ook mijn stem gebruiken en het ook leren om van mijn stem te houden. En dat doe ik door middel van radioberichten in te spreken. Mm-hmm. Maar schrijven vond ik ook altijd heel leuk om te doen. En dat doe ik nu ook. Ja, maar op de basisschool zijn die eerste. Hebben jullie ook een musical onder elkaar opgevoerd? Dus omdat je het over acteren hebt. Heb je dat toen ook gedaan? Ja, heb ik in groep 8 natuurlijk sowieso gedaan, de eindmusical. En toen stond ik al te springen om de hoofdrol. Ja. En die had ik toen ook gekregen. Wat was dat? Was het een bekende musical of niet? Nee, het was niet heel bekend. Oké, okay, maar goed. Ja, jij vond het leuk om die hoofdrol te spelen. Leuk, ja. Waar ging het over, weet je dat nog? Ja, het ging over miljonairs en ik was de miljonairsvrouw, dus nee, superleuk. Was je de miljonairsvrouw? Ja, ja. Had je een aardige man bij je? Ja. Ja. Dus, maar toen is het eigenlijk gaan borrelen van nou, acteren, presenteren, dat lijkt me wel wat. Ja, en toen kwam je weer van de lagere school gekomen en wat ben je toen gaan doen? Nou, toen heb ik eigenlijk eerst de HAVO gedaan, maar dat is een beetje misgelopen, want ik ben blijven zitten in 3 HAVO. En toen was het eigenlijk zo dat mijn docenten zeiden, mijn mentor, van misschien is het beter als jij een mbo-opleiding gaat doen. En dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik eerst een zorgopleiding gedaan. En daarna, toen ik dat af heb gemaakt, ben ik eigenlijk naar het Graafs Lyceum gegaan. Mbo 4, redactiemedewerker. Oké, okay, dat heb je, daar zit je nog steeds, hè? Ja, daar zit ik nog steeds op, ja. Ja, en vind je dat heel leuk? Is het niet de misstap geweest van, nou, ik had toch wel liever wat anders gedaan, maar hier zit je gewoon wat je echt wil? Ja, ik zit hier echt wel heel erg goed. Het is echt een hele goede school ook. Maar ook de werkzaamheden die er zijn, dat is gewoon hartstikke leuk. En ik zit echt op mijn plek, die school. Okay. Noem eens wat voor werkzaamheden op die school. Nou, je kan eigenlijk voorstellen dat de school een opdracht te geven van, joh, ga de straat op en stel een vraag aan een persoon op beurs, zeg maar, want ik zit in Rotterdam op school. En eigenlijk dat soort dingen. Dus eigenlijk hele impulsieve, leuke opdrachten op straat of een fotografieopdracht of eigenlijk dat soort dingen. Buiten rekenen en Nederlands natuurlijk. Dat wordt dan opgenomen als je bijvoorbeeld op straat bent met een interview of zo? Ja, en dat wordt dan wel beoordeeld door de docent. Ja. En dat vind ik eigenlijk superleuk. Ja. Dus dat? Ja, dat is hartstikke leuk om dat te doen. Ja. En fotograaf moet je dan ook zijn af en toe? Dan moet je foto's nemen? Ja, ik krijg wel eens soms fotografieopdrachten, niet heel veel. Maar ik heb wel eens fotografielesjes gehad hoe een camera werkt. Dat doe ik ook wel, maar dat is niet helemaal het hoofdonderwerp van de opleiding, zeg maar. Nee. En hoe lang moet je nu nog op die grafische school? Ik moet tot mei. Tot mei? 2025. En dan kan ik eigenlijk af gaan studeren. Ja. Dus je zit nog steeds op die grafische school, daar ga je in mei vanaf. Klopt. En dan ga je natuurlijk de wereld in. Ja. Waar zit je aan te denken al? Als ik vanuit deze opleiding een hele fijne baan mag krijgen, dan pak ik die graag aan. Je hebt natuurlijk ook hbo-opleidingen, journalistiek. En misschien ga ik dat doen. Maar als ik vanuit hier al toch op de werkvloer terecht mag komen, dan pak ik dat graag aan. En dan zit ik te denken toch aan inderdaad landelijke omroepen, maar ook tv-zenders zoals bijvoorbeeld SBS6, RTL4...
Ja, als dat wat ik al zei, ik heb toen plaatje draaien, Radio 5 heb ik dagelijks aan. En je hoort heel vaak dat daar stagiaires zijn. Of mensen die invallen voor een uitzending een keer. Kijk, dan moet je interesse zien te komen. Dan is het helemaal mooi natuurlijk. Ja. Hè? Je bent 22, je bent ook moeder, hè? Klopt, ik ben moeder inderdaad. Ja. Ik heb heel jong het moederschap mogen ervaren. Want meisje, ik was 19 toen ik haar kreeg. Okay. Meisje. Oké. Okay. Dus ja, dat is... Is ze lief? Ze is super lief. Ja? Ja, ze is echt ook heel erg ondeugend. Ze gaat... Leuk, hè? Ze is nu 3,5 en ze gaat echt wel in discussie ook soms met mij. Ja. En ze zoekt de grenzen op. En, ja? Maar ik merk dat ik het heel erg leuk vind om haar moeder te zijn. En ja, het is gewoon toch ook een zegen. En, maar het is soms moeilijk te combineren, want dan heb je school. Ja, dat waren geen vragen. Je hebt het huis houden en je hebt een kind. En dat is soms best lastig. En gelukkig doe ik het niet alleen, maar met mijn vriend. Dus dat scheelt ook een hoop. Ja, maar wat doet je vriend verder? Mijn vriend werkt gewoon bij Rijnis. Okay. Als vuilnisman. Dus en zo redden we het met z'n drietjes wel. Oké. Nou, het gaat om jou nu. Ja. En straks, heb je nog hobby's ook, toevallig? Nou, ik hou sowieso van actief bezig zijn, dus ik sport veel. Maar ook lezen vind ik superleuk. En ja, sowieso de standaard dingen, films kijken, even weggaan met vriendinnen. Kijk, dat moet je inhouden, hè? Ja, dat moet je inhouden. Je bent hartstikke jong, je hebt wel een kind, maar goed. Altijd zijn de oplossingen voor je. Je bent ook nog 22, hè? Dus, ja, dat bedoel ik. Weet je wat het is? Dat is... Dus dat zijn ook gewoon dingen die ik moet doen. Ja. Leuke dingen, even tijd voor mezelf. En dat kom ik soms nog wel aan toe. Ja, dat is wel hartstikke leuk. Ja, dat moet je ook doen. Ja. Moet je ook doen. Nou, ik vind het ontzettend leuk jou ontmoet te hebben in de studio hier. Ja. We zien elkaar nog wel eens meer, denk ik. Dat zal, ja, sowieso. Dat zal wel lukken. Ontzettend veel succes. Nou, dat je in mei natuurlijk hele hoge cijfers mag scoren. Hè, om eraf dat hoop te gaan. Ik. Ja. Zal dat meetellen of niet? Ja, ik denk het wel. Er moet een afstudeerplan komen. En dat wordt even spannend, maar ik denk dat dat wel gaat lukken. Het is een hele fijne stageplek, dus ik kan een hoop doen en een hoop bewijzen voor mijn school. Ja. Dus dat komt echt wel goed. Mooi. Nou, heel veel succes verder nogmaals. We zien elkaar. Bedankt. En een fijne zondag en toi toi. Yes.